Als u je vieze auto hebt, rijdt u toch even langs. We pakken hem aan de onderkant en zetten hem in de glans. Erwin. Erwin, kijk eens. Erwin. En hier daar hebben we Lady. Daar hebben we Lovely. En daar hebben we Erwin. Erwin. Ja, toen was het alweer, maandag 2 november 2020, ja. Ik lig nog op bed, mensen, maar ik weet niet of jullie het zien. Het verschil. Maar ik zie het wel. Hier heb ik geen ei, en daar wel. Schat, want zelfs dit, als ik mijn lip die kant op doe, doet het zeer. Dit en dit krijg ik niet eens aan voor elkaar. Het doet gewoon zeer. Dus er zit een best ontsteking. Ik had geprobeerd om dus de tandarts te bellen. Maar die is nog dicht. Om één ding kan ik pas bellen. Dus ik ben zo beroerd als een hond. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon lekker door. En dat doet zelfs zeer. Dus het gaat niet goed. Maar oké. Ik ga niet mijn hele riedeltje doen. Nee. Komt wel goed. Het is gewoon weer maandag. Ja. En ja, we zitten in de auto. En we mogen door. We staan hier bij een verkeerslicht die dus nog groen is. En Erwin is mee. Want we gaan even haar wegen proberen bij de lokale die wat gaat. Zo! Oké. Okay. Weg op gaan. Zo, en zonder hand uit te steken. Lekker gevaarlijk, maar oké. Zometeen om 5:45 en naar de tandarts. Zo, niet. En ze zit op de weegschaal. Blijven, ben je mooi zo. En dit is haar gewicht. Oké. Ga je kijken, want dat... Hé, hey. Oh. Ja. Nee. Zo. Je hebt ook weer geregeld. Nou, dan weet ik precies hoe zwaar je bent. Nu. Exact. Blijf, hè. Blijf. Blijf. Oh, nee. Kom. Kom eens hier. Eten. Kom. Nee, liefie. Kom eens hier. Ja, zitten. Blijf. Blijf. Oh, wow. Maar hier weer tussendoor. Blijf. Rustig. Ja. Blijf. Ga zitten. Zitten. Blijf. Oh, wat is het hier weer mooi. Blijf. Goed zo. Zitten. Blijf. Ja, mensen, het is alweer dinsdag 3 november 2020. Ik lig nog op bed en zoals je ziet heb ik nog een ontstoken wang. Nou ja, wang, ja. Het is ontstoken. Roderick is nu nog op zijn werk. Die gaat zo meteen medicijnen halen voor mij bij de apotheek. Amoxicilline en ibuprofen. Dus ik lig weer... Ik lig dus vandaag de hele dag op bed. Omdat ik niet moe ben, maar omdat ik gewoon pijn heb. Want dit doet gewoon onwijs veel pijn. Dus vandaag zullen jullie mij waarschijnlijk niet heel veel zien op de vlog. Nee,
Ik hoop dat dit gewoon heel snel wegtrekt, deze hele bult. Dat ik gewoon weer normale... Dus echt gewoon... Ja, jullie zien dat ik ook echt een... Het is niet te glad of zo. Het is niet als dit... Nou ja, jullie zien het ook, denk ik. Zo. Ga je daar liggen? Ga je daar mooi liggen dan? Elwin. Elwin. Ga je eens aan de kant. Ga eens even aan de kant. Hoi. Eerst even met je de karretten van de kant. Zo. Elwin. Kijk eens hier. Oeh. Nee. Ga laag. Hé. Hey. Hoe heet je allemaal, hè? Eens kijken hoe mooi ze glimt. Wat glimt hier mooi. Ik doe. Nee. Een hele dikke wangen. Nee, met lief. Ja, ja, je bent lief. Ja, be. Nee, je bent lief. Hier, koek, koek. Hier. Hier. Nee, je bent lief. Hm? Je schrikt er nog overal van, hè? Ja. Wat geef je? Ga je er weer vanaf? Ja, oké. Okay. Doei, mazzel. Nou, zo ziet mijn gebit er nog even. Nou, gebit, mijn wang eruit. Ik zie er niet uit. Maar ik ga mijn sandalen aandoen. We gaan weer door de straat heen. Ja. Bij onze lieve Dave. Ja. We stonden dus net daar al een hele tijd. Niet hier. Maar daar. Ja. En ja. Even netjes wachten op onze beurt. En wat heb ik de vorige keer gedaan en met de velgen? Velgdoppen eraf gehaald, de wieldoppen. Ja, maar thuis. En wat heb ik thuis gedaan? De wieldoppen gereinigd in azijn volgens mij. Nee, azijn niet. Nee, spel wel. Het Dusty en dat andere met een blauwe ding. Okay. Oh, heb je weer wat voor mij? Dan heb ik nog een mooie folder van iemand die we ons adverteert. Oké, okay, top, helemaal goed. Die ook hierboven, Jozef? Ja. Een hele leuke meid. Oké. Okay. Dus als je die ook even wil laten zien. Ja, tuurlijk wel, wil ik die ik laten zien. Dat is ook wel verdiend. Tuurlijk. Dus Babette, als je doet alles. Ja. Dus niet alleen maar alles met botox en zo. Maar ook massage en kapper en okay. Visagisten. Oké. Okay. Nou, ik ga hem zeker delen. Ze, ja, dat verdient ze wel, vind ik. Ja, daarom. Helemaal top. En hoe gaat het met jullie? Nou, redelijk. Redelijk. Op en op een onsteken wang na. Oh jee. onsteken kies. Ja. Maar is er al iets aan gedaan? Afgelopen week maandag. Afgelopen maandag, ja. Hebben ze wat gedaan. Ja. Maar doen jullie nog pijn? Ik heb antibiotica. Amoxicilline en ibuprofen. Oké. Dus dat gaat wel. Redelijk. Ja. Nog wel veel moe, maar dat komt dus door de amoxicilline. En dan word je lekker moe van en duf. Ja, dus tuurlijk. Ik slaap lekker veel. Ja, nou ja, zo lekker. Ja. Nou, dan ga ik hem weer even wassen. Is goed. En dan Top. Ga ik weer even heel goed in alle hoekjes spuiten. Ja, en ik heb de vorige keer thuis heb ik de wieldoppen eraf gehaald. Heb ik ze met Dusty ingespoten en zijn helemaal mooi schoon van binnen. Oké, dat is slim. Ja. Ja, maar...
Ja, ik zie het inderdaad. En hij heeft ook buipjes meegespoten. Dat is die. Oh ja, dat is wel goed spul. Ja. Dit hebben we ook. Ja, maar ik heb de gele. Nee, die en die. Nee. En die andere grote fles, ja, dat is die, maar gewoon echt de gele voor de keuken. Ah, oké. Okay. Want dit is ook goed spul, die ontkoker. Ja, klopt. Dan werkt ook goed. Oké, okay, nou, dat is goed dat ik het weet. Als ik dan weer eens een keer dat, want ik heb ook opzicht heel goed spul. Ja. Alleen, wij werken niet met hele agressieve middelen. Nee, maar Dusty, dat is heel erg... agressief. Agressief. Ja, maar daar mag je niet mee werken. En dat willen we ook niet. Nee. Kijk, als je het op een gegeven moment één keer zo inspuit, mm-hmm. dan is dat prima. Ja. Maar als je dat natuurlijk de hele dag gaat doen... Ja, dan, precies. Dat gaan we maar niet doen. Nee. Dan wordt hij maar wat minder schoon. Dan moet je wel gezond blijven. Ja, nee? Precies. Mooi vent ook, hè? Mm. Maar wij zijn ook zangers. Oh, wauw. En we heten de EK Boys. Oké. Okay. Dus we hebben in 2014 hebben we inderdaad een hit gemaakt over de EK, over Louis van Gaal. Ja. En dat is te vinden op YouTube. Louis is de beste. Oké. Okay. Kun je gewoon in toetsen naar, weet je wel. En ik heb inderdaad afgelopen jaar heb ik weer een EK hit gemaakt. Maar ja, toen ging het allemaal niet door natuurlijk. Mm-hmm. En die heet de beste van de klas. Oké, okay, wauw. Dus dat is inderdaad op dat nummer nu van La Dolce Vita, dat ken je misschien wel van vroeger. Ja. We live in La Gindo. Mm-hmm. En wij hebben dan bijvoorbeeld zo van, we doen weer mee aan het EK voetbal. Oh, wat leuk. We horen er weer bij. Geweldig. En dat gaat hier lekker door. Wat leuk. En die staat dus ook op YouTube, maar dat was nog niet zo'n hele, hele goede opname, maar dat was wel bij een heel leuk optreden. Mm-hmm. En dan moet je gewoon even kijken bij de EK Boys 2020. Ga ik zeker doen. Dus vond ik even leuk om te vertellen. Natuurlijk, ja, nou dat mag. En ze kunnen ons ook inhuren. Oké. Okay. Dan komen we een half uur of een uurtje zingen. Maar onder andere de EK-hit. Mm-hmm. Maar ook een beetje die nummers zoals De Dijk en Laat de Zon in je hart. Ja, precies. Dat is gewoon een beetje gezellige feestmuziek. Okay. Leuk toch? Top. Nou dus, ja. Yes. Dank u wel. Graag gedaan. Wil je een keertje opnames hebben? Ja, en ben je daar alleen maar goed in of wat anders ook? Wat zeg je, sorry? Ja, ik heb hier niet gestaan, sorry. De zingende autowasser. De zingende autowasser. Kost een tientje extra per uur. Hè, sorry, ik vertel je echt. De zingende autowasser. De zingende autowasser ben ik. Ja, kost wat extra per uur als je een liedje gaat zingen. Ja, dan komt er nog in een 5 euro bij. Maar ik doe nu voor jullie nu gratis. Oh, ja, top. En er zitten twee motten. In en nou, je jas. Je raap is dicht. Nou, jongen, mooie vent. Echt waar. Hij is schoon. Hey. Zo dan. Echt, hè? Mm-hmm. Zelfs de blauwe verf is eraf. Ja, ja. Heb ik ook nog. En van vroeger. Als u je vieze auto hebt, rijdt u toch even langs. We pakken hem aan de onderkant en zetten hem in de glans. Want als de vogeltjes in de zomer overvliegen, dan krijg je de volle laag. En komt u naar de beste wasstraat van Den Haag. La, la, geweldig. La, 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 la. Leuk, hè? Ja, niet heel leuk. En toen was dat weer donderdag 5 november. Je pootje, schatje. Moesje, je poot. Kom.
Nee, niet aan de hekkant. Kom, dat wil ik niet hebben. Oké, zij heeft een gek kwartiertje volgens mij. Pak hem dan. Hé, meis? Ja, kom dan. Kom. Kom, pak hem dan. Dat was mijn eigen poot. Hey. Nou, jullie zien het. Zie je nog dik hier. Maar oké, dat gaat ook wel weer over. Roe, zie je nog even, gezellig. Nee, ja, nu geen ijslief. Dankjewel. Ja, dat kan. Ja. Hey. Kom even kijken. Hey. Kom even lekker kijken dan. Kom even lekker kijken dan. Jij. Hey, kijk eens hier. Hier. Hey, wie mooi. Hey, Draki, Speedy, Lovely Lady, Elwing en hier Beauty en daar hebben we Ro. Dus echt nu de hele bed vol met huisdieren. En een lieftallig opvangetje. Ja. En een huisman. En een huisman, ja. En geen Henny huisman. Schoothondje. Hè? Ja. Hé. Hey. Meen dan? Heeft net vogeltje? Ja, goed zo. Denk het wel. Nou, het is alweer in de avond. Ik weet niet eens hoe laat het is. Het is nu bijna 10 uur. Het is nu 21:51. Van vrijdag 6 november. Ja, ik ga nu even op bed liggen. Ik krijg gewoon weer heel veel pijn. Ik weet niet of jullie nu nog een beetje kunnen zien dat het wat dikker is. Ik denk het wel, precies hier, precies nog. En toen was het alweer zaterdag 7 november. Ja, de dag waarop Elwing naar haar nieuwe huisje toe gaat. Moest je kijken hoe mooi ze erbij zit. En met anderen. Hey. Maar waarom zit ze zo hier? Kijk, Ro is bezig met een stukje worst. Hey. Yes, lady. Hallo, je vergeet nog waar. Dan, ja, hallo, wacht even. Zo snel ben ik. Nee, lady. Lovely. Zo. Beauty. Elwing? Oké, zitten. Allemaal. Even kijken of ze dat klopt, hè? Nee. Ja. Ja. Nou, we zijn al een tijdje hier in Den Helder, hè? Ja. Schattertjes, niet zo. Rijka. En Elwing. Ja, zoals jullie wel weten.
Deze jongens kennen jullie wel, denk ik zo. Wat gaan jullie doen dan? Thumbnail maken. Oké, kikken. Ik moet even een thumbnail hebben voor Bas video nog. Oké. Ik denk met, nog net met het licht, ja. Of het huis op de achtergrond. Even kijken, ik denk. Ik heb zoiets pak. Of je moet het vanuit een hoekje laag pakken als het ware. Dan zou ik eigenlijk hebben dat iemand zijn bek gaat. Ja, maar goed fly op het. Dat zijn nog helemaal zo pas. Dat allemaal bij die airtag staan. Dat ze even blijven. Nou, dat is van lekker en arm heeft. Ja, dat is mooi. Zo, vandaag even Elwing even weggebracht en de mama toe. Ja, ik sta nu ergens en ja, dat is op een leuk plekje ergens. Middle of the nowhere, op een leuk voetbalveld, inderdaad. Dus, in het oosten van het land. In het verre oosten, ja, oké, wat jij wil. Prima. Als jij zegt en dat dit het verre oosten is. Ja, het is wel een beetje frisjes, want ja, ik heb mijn jas niet dicht vanzelf, hè? Ook leuk. Maar er staat, nou ja, niet er staat, maar er ligt daar iets heel moois. En met dat? Een, nee. Ik weet niet wat het eigenlijk precies is, maar er zijn dus hier bekende YouTubers, zoals Boas, Mees, Lars, Timo en nog een aantal X-YouTubers. Dus die mag ik ook lekker filmen. Dus kikken, dit is voor het eerst. Na zoveel jaar, nou ja, hoe lang doe ik het al? Wij? Vanaf 2017, hè? Ja. Dus vanaf 2017 en nu eindelijk dus een keertje bekende YouTubers op mijn eigen kanaal. Hoe doe ik dat? Toeval. Geweldig. Oh, wauw. Ik wil anders ook wel even een foto maken voor jullie. Oh. Leuk. Hoe heet uw kanaal?